Op een doordeweekse dinsdagavond stond er een interessant oefenpotje gepland op de hertgang. Namelijk PSV onder 19 tegen KV Mechelen onder 19. En u ziet het, hoog bezoek. Onder meer de heren Van Nistelrooy, Van Bommel en Pascal Jansen. En ook Jurgen Dirks en Rick de Roy zag u, daar zijn we compleet. En zij zagen een sterk PSV in die eerste helft. Het is Badjo Wallenburg met de opening op Jahel Hattou. En daar komt Dirk Abels. Rechtsback, aanvoerder, maar het schot belandt op de vuisten van Anthony Swols. PSV 119 aangevuld met onder meer deze Dirk Abels. Maar ook Laros Duarte en Sven Blummel stonden in de basis van de ploeg van Geert Brusselers. Hier is Blummel. Wordt niet aangepakt. Konings. En Konings verspeelt hier de bal. En dat is balverlies met gevolgen. Wilms met de paas op Jordi Peffer. Peffer is een spits. En laat hier zien dat hij makkelijk scoort. De actie. Het schot en de 1-0 dus voor KV Mechelen. 15 minuten gevoetbald en de bezoekers op voorsprong. En er gaan toch wel wat foutjes aan vooraf. Abels grijpt niet echt in en hij was de man die in eerste instantie de bal verspeelde. Cardes met de bal op Abels. En zo is hij aanvallend gezien de gevaarlijkste man bij PSV onder 19. Hier is hij weer, Dirk Abels. Hattou lijkt daar niet echt wakker. Verdedigt ook niet echt terug. En dan is het Maxime Gaudy die ook alle ruimte krijgt. De voorzet. Peffer zit eraan. En dan hier de overtreding van Rouleau. En de strafschop voor KV Mechelen. Je kunt zeggen, niet al te slim van Rouleau. Je kunt ook zeggen, goed uitgelokt door KV Mechelen. Rouleau! En dan staat het 2-0 voor de bezoekers. En dat na 37 minuten voetballen. En ja, die tussenstand moet natuurlijk even... Oh, doorgeappt worden wilde ik zeggen. Ja, daar gaat de telefoon. Alles zit tegen in die eerste helft voor PSV. En ook na rust is de eerste kans voor de bezoekers. Jubitana haalt er hier een hoekschop uit ten koste van Tom Schepers. Rouleau organiseert. Daar komt die trap. Abels werkt weg. En heerlijk afgedrukt, prachtig doelpunt, Andreas Tindemans met de 3-0. En dan wordt het wel heel beroerd voor PSV onder 19. Nou, dit is een lekkere goal zeg. Knap genomen, goed gedrukt. En Rouleau voor een derde maal gepasseerd. Wallenburg, uitstekende paas op invaller Katic. De actie, de voorzet en de kopbal daar. Maar het is ook niet zijn wedstrijd. Joey Konings raakt die bal op de schouder. En dus gaat het voorbij het doel van Anthony Swols. Laatste kans van de wedstrijd is er ook één voor PSV. Hattou krijgt hem zomaar in zijn schoot geworpen. Maar wil het dan heel mooi doen en daar is het de wedstrijd zeker niet naar. PSV verliest met 3-0 van Mechelen.